Brede heupen, ik heb er persoonlijk geen problemen mee. Ik vind het super mooi om naar te kijken. Maar ja, je weet hoe vrouwen zijn, hè? Als ze heupen hebben, dan willen ze er geen. En andersom, Aurélie die wil graag haar heupen minder doen opvallen. Dus geef ik haar hier graag mijn tips voor. Ik vroeg mij af welke broeken of kleedjes ik het beste zou kunnen aandoen om mijn brede heupen te camoufleren. Goed, zullen we beginnen met jouw broek. Het is heel belangrijk dat je een broek draagt die eigenlijk van boven niet te strak zit en van onder een beetje strakker zit. Dit is een wortelbroek, zie je? Die loopt een beetje smaller langs onder en die is niet te strak aan je bovenbeen. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je bovenbeen en je heupen minder hard opvallen. Er is eigenlijk ruimte genoeg voor je heupen. Wat vind je eigenlijk van zo'n broek? Ja, dat is wel mooi, ja. Ja? En je kunt dat is geen jeans, hè? Dat is een stoffenbroek, hè? Een stoffenbroek, een katoenenbroek, kostuumbroek, dat helpt al iets meer voor heupen, omdat er minder stretch in zit. Ja. Het is eigenlijk de stretch die ervoor gaat zorgen dat je heupen het zwaarst lijken. En nog een goede truc is het blouse. Voilà, zie je hoe dat hier gebloosd is? Ja. En door dat blouse gaat je taille een beetje minder hard opvallen, maar dat gaat er ook voor zorgen dat je heupen minder hard gaan opvallen. Dus geen jeansbroek aan, een rechte liefst. Ja. En je steekt er iets in en je laat dat blouse, dan gaat dat eigenlijk de overgang van je heupen naar je taille minder hard maken, minder abrupt, waardoor je heupen veel slanker lijken. Ja. Ik zie daarachter nog wat jurkjes hangen, mag ik die zien? Ja, dat klopt. Dus zoiets doe ik wel meestal aan, zo'n aai. Dat is perfect, ja. En dan ook van die lange kleedjes, maar dat weet ik niet. Omdat dat iets voor mij is. Want dat is heel goed. Dat is wat dat je moet hebben, schat. Zie je deze jurk? Dat is eigenlijk hetzelfde wat dat jij hebt. Ja. Dat is dat lintje. Dat moet je miniem aanspannen. Hè, bijna niet. Gewoon dichtknopen, zodat je een beetje vorm krijgt. Dan heb je eigenlijk een rechte jurk. Met een klein beetje een soort van iets gecentreerd. Ja. That's it. En meer heb je niet nodig. En dan vallen je heupen volledig weg. Dus eigenlijk die lange die je hebt, is perfect. Ja, voilà. Super. Oké, dikke kus tot de volgende. Dankjewel. Dankjewel, Jannie. Bye. Dag.